Ja, aan tafel zit Taco Dibbets, directeur van het Rijksmuseum in Amsterdam. Maar niet eenkennig, want we gaan praten over een schilderij dat morgen nacht bij Christie's hoogstwaarschijnlijk op het hoogste bedrag ooit voor een werk van een levend kunstenaar zal worden afgehamerd. Men rekent op $80 miljoen. Het gaat om het doek Portrait of an Artist van de Brit David Hockney, een werk uit 1972. Christie's has revealed what they say will be the most expensive work of art by a living artist ever sold at auction. Portrait of an Artist, pool with two figures, will fetch an estimated $80 million. $80 million. $80 million. In excess of $80 million. The estimate would smash Jeff Koons' current record for a work by a living artist. Hockney is considered by many to be Britain's greatest living artist. The 1972 painting has been referred to as one of the greatest masterpieces of the modern era. But it's probably the best painting you could have by the artist. Ja. Taco, je hebt het gezien, hè? Ja. Met eigen ogen? Ik heb het met eigen ogen gezien. Waar was dat? Dat was in Parijs. Er was een aantal jaar geleden grote overzichtstentoonstelling. Eerst in Tate in Londen, de best bezochte tentoonstelling ooit. 500.000 mensen daar naartoe gekomen. Ik moet zeggen, Rembrandt blijft een grote hit. Dat waren er 530.000 in het Rijksmuseum. Maar in Parijs, daar liep ik rond. En het is natuurlijk heel gek, want ja, Fransen, Engelsen, dat gaat niet altijd even makkelijk. Je loopt daar rond in die tentoonstelling. En Hockney, dan, ja, daar had ik toch altijd iets mee. Het is zo'n beetje zo'n Engelse society-schilder. Hij schildert alle bekende mensen. Mm-hmm. En hij is ook heel braaf in het begin. Loop je loopt door de tijd eigenlijk heen. En dan op een gegeven moment gaat hij naar Los Angeles. En dan knalt het open. Dan is er gewoon licht. En voor iedereen, ja, ik ben zelf als student naar Los Angeles gegaan om daar in een museum te werken. En ook de eerste keer dat ik daar landde, dan stijg je uit vliegtuig en dan is er een soort van onverbiddelijk licht. En als je daalt met het vliegtuig, dan zie je die eindeloze straten en ongelooflijk veel zwembaden. En eigenlijk heeft Hockney, die beschrijft dat. Hij zegt, ja, ik heb, toen ik naar Los Angeles ging, zag ik alleen maar zwembaden overal. Mm-hmm. En dat vond hij fascinerend. Hij was homo in Los Angeles in de jaren 60. En hij beschrijft ook hoe een homoerotisch tijdschrift voor hem ook nog heel belangrijk was. Dus hij ging mannen bij het zwembad schilderen. Maar dit schilderij is weer net iets later geschilderd. Hij wordt verliefd op een jongen, een kunstenaar, Peter Salinger. En die jongen is 18, die volgt de academie. Hij is 28 als leraar, wordt daar verliefd op. En er ontstaat een relatie tussen die twee.